Ik loop de Nijmeegse Vierdaagse voor Stichting Vonkel. Dus Stichting Vonkel zet zich in voor de kids die gewoon één dag gewoon kids kunnen zijn. Vaak heb je gezinnen waarin bijvoorbeeld kids met een handicap hebben of een beperking. En die komen uit een gezin en er zitten ook andere kinderen bij natuurlijk in het gezin. En vaak gaat de focus op dat ene kind. Logisch, in huis. Maar hebben de familie en de ouders niet echt de mogelijkheid om een dag zeg maar gewoon leuk met elkaar leuke dingen te doen. En nu kun je zeg maar in het Vonkelhuis lekker met andere kids lekker leuke dingen doen, andere familieleden, andere mensen die je dan leert kennen en die dieren eten geven. Gewoon prachtig. Elk kind heeft natuurlijk het recht om een kind te zijn. Fernando is uitgedaagd door Jan. Iemand die hij wel eens treft in het casino in Amsterdam. Jan zegt 30 kilometer, dit moet lukken. Ik dacht, nou 30 kilometer, wandelen moet lukken. Vierdaagse. Ik dacht, 30 gedeeld door 4. Ah, dat kan ik wel. Toen leerde ik dat ik vervolgens dus 50 kilometer per dag moest lopen. Maar ik ben een man van mijn woord, dus als ik heb gezegd dat ik mee ga doen, nou, dan ga ik me dan inzetten. Ik heb best wel mijn benen al in beweging gegooid. Ik had op een gegeven moment een kleine setback. Ik had onlangs dat ik griep, dus ik was even 2,5 weken even in een andere wereld. Ik zat dan met een fix te kijken in mijn hoofd. Maar ik heb wel op een gegeven moment wel gelopen tot ongeveer 30 kilometer. Dus ik ga nu mijn training weer oppakken en gewoon proberen 2-3 dagen, dat is me verteld door geroutineerde lopers, van probeer wel 1-3 dagen achter elkaar een bepaalde aantal kilometers te lopen. Lastig is niet, kijk, we vinden heel veel lastig in de wereld en heel veel is moeilijk. Maar ik zie altijd de mogelijkheid in het onmogelijke. Want alle mooie dingen die je bereikt in het leven is allemaal, je creëert het door het onmogelijke mogelijk te maken. Je moet gewoon geloven in je droom. En ik geloof heel erg in het waarmaken van iets. Stel dat het niet lukt, dan zou het toch veel beter zijn dat ik heb geprobeerd dat het niet lukte en dat ik zei, het lukt sowieso op voorhand niet en ik doe niks. Ik geloof, je mag pas zeggen dat het niet lukt als je het hebt geprobeerd. Hij heeft ook al een keer de Dam tot Damloop gelopen voor het goede doel. Daarmee haalde hij toen 100.000 euro op. Voor de Vierdaagse heeft hij een iets lager doel, zodat iedereen een beetje helpt. Luister, het is niet voor mij, maar het is voor andere mensen, kinderen die daarmee kunnen helpen. Klein beetje helpen, dus we hebben dus afgesproken om 10.000 euro op te halen. Dus alle mensen die maar 5 euro of 10 euro kunnen missen, doneer gewoon aan Stichting Vonkel. En het komt allemaal goed, het is allemaal voor de kids.